Nou, we staan hier op Buffer in 2024 en we praten met... Jos van der Wijst, een van de organisatoren, maar gelukkig met vele andere vrijwilligers samen. Nou Jos, dan kan ik je vast wel wat vertellen, hoeveel vrijwilligers dat er ongeveer meedoen, hoeveel obstakels, een hoop dingen. Want je zit in het bestuur, heb ik begrepen? Ja, klopt. Ik zit inderdaad in het bestuur. En bestuur is, even denken, 8 mensen op dit moment. Maar alleen kunnen wij zo'n evenement natuurlijk niet organiseren. Dus daar hebben we heel veel vrijwilligers bij nodig. En daar zijn er in totaliteit inmiddels meer dan 380. Dus dat is echt een hele flinke groep waar wij gelukkig op kunnen bouwen. Ja. En die 380 die zijn vandaag allemaal aanwezig ook? Nee, dat is eigenlijk heel het weekend door en heel de week door eigenlijk al dat die ingezet worden. Dat zijn horeca mensen, dat zijn mensen die hier de obstakelrun mee begeleiden. Dat zijn mensen achter de schermen die 's ochtends de broodjes smeren en de koffie zetten voor de vrijwilligers. En allerlei andere randzaken. Bouwploeg natuurlijk ook heel belangrijk bij zo'n obstakelrun. Al die hindernissen netjes en veilig gebouwd worden. Dus zo telt dat al snel door qua aantal. En dan tijdens de bufferrun zelf, dan zullen bij de obstakels ook mensen aanwezig zijn, vrijwilligers? Ja, elk obstakel, er staan altijd minstens 2 vrijwilligers bij. En die zijn onze ogen en oren op het parcours. Want uiteindelijk is het parcours 12 kilometer lang met plus minus 40 obstakels. En we kunnen niet overal tegelijk zijn op dat parcours of alles zien. En daar gebruiken we eigenlijk de ogen en oren van onze vrijwilligers voor. Die is de veiligheid van de run, zeg maar, bij het obstakel in zicht houden. Ja. En hoe houden jullie contact? Die zijn allemaal geïnstrueerd van de week al. Er hangen taakkaarten, zoals we die noemen, dan bij de verschillende hindernissen met centraal oproepnummer. Dus dat kunnen dan telefoontjes zijn die bij mij terechtkomen of bij mijn collega op de centrale post. Zodat we ook snel kunnen zorgen voor hulp ter plaatse. Dus je bent eigenlijk de coördinator? Vandaag wel in ieder geval, tijdens de run. Ja. Maar meerdere vrijwilligers hier hebben tijdens het weekend vaak meerdere petten op. Dat geldt ook voor mij. Maar tijdens de run ben ik coördinator op de centrale post inderdaad. Ja. Weten we dat er ongeveer 380 vrijwilligers mee helpen. En heb je ook enig idee hoeveel deelnemers er zijn? Zeker, 6000 deelnemers aan de bufferrun. En dat zijn ongeveer beide dagen 3000, ongeveer gelijk verdeeld. En wat wel een leuke anekdote is, we kunnen bij de opgave zien waar de herkomst van de deelnemers is. En zo'n beetje 70% komt uit Brabant. Maar we hebben ook 140 Belgen. Ik geloof 80 Duitsers die deelnemen, 2 Fransen, 3 Engelsen en zelfs een Zuid-Afrikaan heb ik begrepen. Dus we hebben een internationaal gezelschap hier bij de run. Moet niet gekker worden. Nee, ja, we hebben zo ooit gezegd, toen we dit evenement ooit zijn gaan organiseren en bedachten en ooit met het idee de bufferrun zeg maar zijn opgestart. Toen hebben we gezegd, we willen proberen boerlijk op de kaart te zetten. Ja, en als dan zelfs iemand uit Zuid-Afrika de run mee komt lopen, dan denk ik dat we aardig in ieder geval geslaagd zijn met onze doelstelling. Ja. Boerdong is momenteel het centrum van Nederland qua obstakelrun. Ja, in ieder geval van Zuid-Nederland durf ik het misschien wel zo voorzichtig te zeggen. Er zijn natuurlijk meerdere, ook grotere runs hier in de regio. Maar veelal zit er dan een commerciële drijfveer achter. Ja, en wij zijn een stichting. Dus wij organiseren het vooral voor de fun. Allemaal met onze 380 vrijwilligers. En vooral om er gewoon samen een heel leuk en gezellig en sportief weekend van te maken. Het gaat goed. Ja, ik ga nog 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 goed. Ja, ik
Ja, Willem? Ja. Ja. En go. Ja. Dank je wel. Je staat hier bij de warming up, hè? Ja. En wat is jouw taak hier? Controleren of de mensen die een bandje hebben wel binnen mogen. En al enthousiast maken, hè? Aanmoedigen, dat is ook heel belangrijk. Hoeveel deelnemers zijn er iedere keer met één zo'n warming up sessie? Zo rond 150. Ja. En nu ruimte hebben ze ook al nodig hier in het vak. Ja. Maar je hoeft het niet verder te doen. Nee, dat valt buiten mijn takenpakket. Helaas. Maar is dat de enige taak die je hebt? Of als die klaar is, dan hebben we weer iets anders? Nee, dan ben ik voor vandaag klaar. Okay. Ja. Dus in totaal zo'n 6000 deelnemers? Ja, daar komen we op uit. Helemaal uitverkocht. Je moet wel goed controleren. Want, ja. Maar dan hebben ze shirtjes aan en er staat al finisher op. Hoe kan dat nou? Ja, dat is voor een mooi dag voor op de foto, als we daar klaar zijn, hè. Dat staat er vast erop, hè. Oké, Israël, jij doet wel vaker mee, toch, of niet hiermee? Ik doe hier jaarlijks mee helpen, ja. Ja. Je bent natuurlijk een van de vele boerdonkenaren die meedoet, hè? Ja, zeker. Eén van de vele. Ja. Ik zou je niet van het werk afhouden, want het begint vol te lopen, joh. Ze gaan aardig door, ja. En sneller, hop, en zet maar door de benen. En kom maar weer omhoog. Zet maar door de benen. En omhoog. Maar eens naar een boos te kijken. Al die ontstaan aan het ontblossen. 4, 3, 2, 1. En we doen één ding naar voren. En Lekker! Ja, dat is echt zo, hè? 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 Ja, dat is echt zo, h
Hey jongens, luister even. Nou ja, daar noem je wel iets, want het is sowieso sportief, maar je wil ook wel gezelligheid en sfeer creëren hier. Hoe doe je dat? Dat doen we denk ik met name ook weer door onze vrijwilligers daarin ja, aan ons te binden. Ook goed voor onze vrijwilligers te zorgen, zeg maar. Hè. Dus we houden ook van ja, gepast hapje en drankje, zeg maar, achteraf. En een beetje gezelligheid om van de run, zeg maar, even na te genieten. En wij instrueren onze vrijwilligers ook echt zo van, nou, één is veiligheid. We willen veilige run organiseren. En twee is gezelligheid. Dus ja, maak er gewoon een feestje van. En dat krijgen we ook echt terug van onze deelnemers. Van ja, we komen over die obstakels heen. Jullie vrijwilligers zijn zo enthousiast. En die proberen ons nog te stimuleren om een bepaalde ja, stapje misschien net wel te maken. Zeg maar, een bepaalde hindernis net wel te nemen. Maar niets moet, alles mag. Want het is geheel ja, vrijblijvend, vrijwillig natuurlijk. Dus als je één hindernis echt even iets te heftig vindt, dan kun je er ook nog altijd langs aflopen. Okay. Maar ik heb ook in de Erfskrant gelezen dat toch nog wat artiesten hier komen. Klopt, maar ja, dat is dus voor het avondprogramma. Alhoewel lopende de dag van de run hebben we hier op het terrein ook nog wel links en rechts een beetje muzikaal vermaak. Maar in de avond hebben we echt een ja, groot programma vanavond, het Buffalo Up Festival. En daar komen diverse artiesten, Hollandstalig, Dries Roel, Vink, René Schuurmans. Maar ook enkele DJ's die de jeugd wellicht iets meer aan zullen spreken. En enkele live coverbands. Dus ik denk dat we een mooi programma ook weer voor vanavond hebben. En heb je zelf voorkeur voor een bepaald type weer? Ja, vanuit de organisatie van de run zeg ik ja, niet te warm en ook niet te koud, zeg maar. Dus ja, storm, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Gelukkig zijn de voorspellingen voor vandaag en morgen heel goed. Deze temperatuur is natuurlijk ideaal, dat je ook nog wel door de waterhindernissen kunt. Zonder door de kou bevangen te worden, want dat hebben we ook eens een jaar gezien toen het weer echt even tegen zat. Dus ja, dit is eigenlijk perfect. Ja, je straalt wel in ieder geval. Ja, ja, nou ja, dat helpt gewoon om de run gewoon ja, toch net even wat gezelliger te laten verlopen. Maar ook zeg maar, de gezelligheid op het terrein komt natuurlijk ook ten goede. Dat is mooi weer, dus je ziet iedereen automatisch ook een beetje vrolijker vaak. Hè? Ja, want er zijn niet alleen deelnemers, ik zie ook veel publiek hier rond. Ja, zeker. We hebben 6000 lopers tijdens de run. We hebben bij de avondprogramma's ergens tussen de 2000 en 2500 bezoekers. Dus dan kom je al, als je die optelt, ongeveer op een goede 10.000 mensen. Maar ik denk dat we misschien nog wel het dubbele daarvan uiteindelijk naar Boerdum trekken als je ook de bezoekers meetelt. Heb je volgend jaar ook zo'n hesje aan dat je zelf meedoet? Nee, er moet ook iemand op de centrale post zitten, zeg ik altijd. Wat een excuus, wel een goeie. Ja, nee, goed. Ik vind het organiseren mee leuk. Een stukje hardlopen, dat lukt me redelijk hard dan, zeg maar. Ook nog wel af en toe, maar vooral die obstakels heen, nee, dat is niet zo mijn ding. Hebben jullie creatieve geesten die obstakels bedenken dan? Ja, daar hebben we een eigen commissie voor. En die, hebben, ja, die lopen over van de creatieve ideeën. Die vinden het ook leuk om een constructie zelf te bedenken en te bouwen. En een gedeelte huren we ook in, met name de wat grotere obstakels. Door een officieel bedrijf of een bedrijf wat daar gewoon gecertificeerd is. En daar de wat meer uitdagende obstakels, zeg maar, ook voor construeert en opbouwt. Nou, natuurlijk, want de veiligheid die moet natuurlijk wel voorop staan. Hè? Exact, ja, ja. Exact. Ja. En hulpdiensten, kunnen die overal bij? Ja, zeker. We hebben van die terreinkarretjes rondrijden op het parcours. Gators, die kunnen eigenlijk overal komen. En als dus, mocht er ooit iets gebeuren of iemand zwikt zijn enkel om of wat dan ook, dan zijn een van die vrijwilligers op het parcours ons in. En dan kunnen we heel snel met die gators ter plekke zijn om daar eventueel de blessuregeval op te pikken. En mocht er ernstiger hulpverlening nodig zijn, dan hebben we hier ook een centrale medische post. Dan heb ik je verschillende keren vrijwilligers horen noemen. Dan moet je wel ontzettend trots en blij mee zijn dat hier Boerdonk zoveel vrijwilligers levert. Ja, zeker. Als je ziet dat Boerdonk ongeveer 800 mensen wonen. En 380 vrijwilligers hebben. Dat zijn niet allemaal Boerdonkenaren, maar wel mensen met ook binding met Boerdonk. Die familie hier hebben wonen of op een andere vriendengroep. Of dat soort verbindingen zie je vaak, zeg maar, terug in het vrijwilligersbestand. En het bestand groeit nog steeds elk jaar. Nou, de zon die begint te schijnen. We horen daar in de verte de warming up. Dus ja. Het is nou echt begonnen. Het is zeker echt begonnen. Dus we gaan er twee dagen lang, een heel weekend lang, zo moet ik het zeggen, een groot feest van maken. Kijk, dus ze zijn los. Zo noemen ze dat, hè? Ze zijn los. Heb je nooit gehoord? Sorry, de vraag had ik even niet op. Nee, dat is geen vraag, maar Jan die knipt er toch weer uit. Oh. Nee, ik ben ook wel eens bij
in box mee geweest bij die paardenrennen. Ja. Met de carnaval. Hè. Dan rennen ze van box neer naar Vieringsbeek. En dan die hele weg die doen ze dan zo'n laag zand erop en dan wie het snelst is. Oh. En dan zijn ze, ja, die hebben een iets ander dialect als wij. En dan zeggen ze, ze zijn los. Ja. Dan loopt iedereen er buiten toe met een pot bier in zijn hand, want het begint al om 6 uur. Dus ze zien los, dat is hier ook. Okay. Want nu hebben ze dan daar die warming-up gehad. Oké, en dan komen ze hier een stukje over het terrein heen. Ja, dan gaan ze daar eerst onder balken onderdoor en overheen. En dan komen ze hier door het pakhuis, Bertjes Warehouse. Bertje Buffel, dat is onze mascotte. Dus dit pakhuis is naar hem vernoemd, naar onze mascotte vernoemd. Dan gaan ze daar door de kleibak, want ja, het is een mutrun, hè, dus je moet wel even, ook even goed en lekker vuil worden, zeggen wij dan. En nou dan ja, ze worden door die bak meteen ontmaagd volgens mij. Ja, dan weet je in ieder geval zeker dat je vies wordt vandaag inderdaad. Ja, ja, dat hebben we gezien. En dan lopen ze een eind door de bos heen. Waar obstakels staan en hoeveel obstakels krijgen ze voor de kiezen? Ja, uiteindelijk als je 12 kilometer loopt, dan zijn het uiteindelijk 40 obstakels. Maar er zijn natuurlijk ook kortere runs, 4, 6 kilometer voor de wat jeugdigere deelnemers. En dan zijn het dus 17, 22 obstakels. En we hebben zelfs sinds vorig jaar een kalfjesrun voor de allerkleinste. Bufferrunners in opleiding, zeggen we dan wel eens, wat te lach. En dat zijn dus voor de 4 jaar en ouderen. En die gaan één op één met papa of mama, zeg maar, een kleine bufferrun route afhandelen. Van 1,5 kilometer. Dus, die krijgen ook een medaille. Zeker, alle finishers die krijgen een medaille. Daar zorgen we inderdaad ook goed voor. Ja. En ik zie er wel een gigantische glijbaan. Is dat voor het einde om schoon te worden? Ja, misschien ook wel. Maar ook wel de finishing touch natuurlijk. Naar beneden glijden, het water in. Dat vindt iedereen denk ik wel leuk. En we laten alle obstakels, want deze is natuurlijk wel vrij hoog. We laten alle obstakels ook testen van tevoren. Dus we zorgen in ieder geval dat dat ook op een veilige manier kan gebeuren. Vinden we heel belangrijk nogmaals. En dan glij je echt zo'n beetje de finish in of door. Ja. Okay. Hebben jullie ook een nabespreking? Dat je met een aantal vrijwilligers denkt van nou, kijk hoe dat gelopen is. Of dat de obstakels te heftig waren of juist niet. Ja, we sturen altijd wel een enquête uit naar de deelnemers, maar ook naar onze eigen vrijwilligers. Van joh, heb je nog feedbackpunten? Zijn er nog dingen die we anders beter kunnen doen? Want die punten die nemen we dan weer graag mee naar de volgende editie. Ja. Hoe lang zit ik in het bestuur? Ik ben vanaf de oprichting erbij betrokken. Dus Tom Kanters, de initiatiefnemer en onze voorzitter nog steeds. Ja, die stond een keer s'avonds bij mij aan de deur en hij zei, Jos, ik heb een ideetje. Ik wil een dorpsfeest gaan organiseren. Ja, toen wisten we echt nog niet 14 jaar geleden dat het uiteindelijk tot dit zou leiden. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zeg ik altijd. Nou ja, ik denk ook wel dat het een hobby moet zijn, want je bent er niet alleen maar vandaag en morgen mee bezig, maar ja, het hele jaar door. Ja, klopt. Ja, in de eerste jaren hadden we nog eens ooit winterstop, zeg ik wel eens. Maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. Want direct na de run ja, is natuurlijk eerst de afbouwen. Maar daarna dan, evalueren we nog een keer zeg maar, met al onze vrijwilligers. Dan hebben we nog een bedankmiddag. Dan zijn de aftermovies en dergelijke klaar. En dan beginnen we echt al na te denken over de run weer voor volgend jaar. En ergens in januari, februari, maart. Dan is de route en de nieuwe hindernissen, die hebben we dan wel weer bedacht. Nou, laten we vandaag eens maar eens gaan genieten. Ja, dat lijkt mij een goed plan inderdaad. Ja. Daar zijn we aan toe als vrijwilligers. Ja, de hele week opgebouwd, dus dan wordt de tijd ook voor een leuk feestje. Ja. Ja. Jos, bedankt. Ja, graag gedaan. We gaan naar de dat kan ook dubbel zo snel. En ook de finish maar ook op je handen en knieën. Laat je knieën even zakken. Pas op. Oh, daar gaan we. Hoeveel schaf je
dag. Mijn schoen is uitgevallen. Mijn schoen was serieus. Mogen we allemaal normaal? Mij wel. Ja, mag. Wat mag? Ja, we gaan het straks in de douche. Minder slecht dan ik vond. Hopper! Hoppakee. Hartstikke idee. Volgens mij is wat anders doet, hè? Nou, ik was goed. Ja, gaan we weer door? Nee, ik moet echt op je Max. Ja. Kom hier aan. Nee, ik ga wel. Ja. Wij zijn de deelnemers aan het voorzien van wat koolhydraten, banaantjes, water en vooral de zon. Daar zorgen we voor. En een opbeurend woordje af en toe? Ja, dat ze er bijna zijn. Nog een kleine kilometer en dan is het goed. Dus. Ah, er wordt dus goed gezorgd voor de deelnemers. Ja, ze komen niet tekort. Maar dat is ook nodig. Ja. Het is ook nodig. Goeiedag. Per deelnemer krijgen ze een banaantje en een watertje kunnen ze pakken. Perfect. Dan mogen ze nog 800 meter lopen en dan zijn ze klaar. Kunnen ze de muntjes gaan kopen? Ja, kunnen ze de muntjes gaan kopen en inwisselen inderdaad. Maar vooral vieren dat ze het gehaald hebben. Ja, ja. En je staat hier de hele dag? Ja, tot 4 uur. Ja, wat zeggen we ervan? Zwaar, maar wel leuk. Wel uitdagend. Op het begin even zwaar. Even een tussenstop gehad, maar goed gegaan uiteindelijk. Je bent er nou wel aan toe om een bril even schoon te maken. Ja, ja, ik zie weinig. Ik zie je ook maar wazig. Kom niet van een vermoeidheid. Nee. Ik vind dat we het allebei nog goed. Hij heeft een hele goede conditie. Ik niet, maar we hebben het nog goed volgehouden. Dus, En ik heb een beetje geholpen af en toe. Ja, hier en daar. Gewoon de motivatie hoog houden. Hè. Gewoon lekker doorzetten. Samen met z'n tweeën gas geven. Maar ik vind dat het mooiste wat er is. Waar komen jullie vandaan? Bergijk. Bergijk. Belgische grens, hè? Zeker, zeker. Beste plek die er is, hè? Doe je vaker mee aan zo'n mutrun? Nee, is de eerste keer eigenlijk. We kwamen er meer achter. Mijn vriendin die ging meedoen en zijn nichten gingen meedoen. Daar kun je niet achter blijven, hè? Nee, we kunnen dan niet achter blijven, maar we zijn zo flink voorbij gegaan, want we konden er niet achter blijven, nee. Dus. Heren, geniet ervan. Thank you.
Hoeveel heb je er al uitgedeeld? Totaal vandaag 3000. Gaat... Ga je doen? Ja. Maar hoeveel er nu zijn, dat weet ik nog niet. Krijgen ze ook een kusje voor jou, of niet? Nee, niet allemaal. Kijk. De eerste kalfjes zullen we maar zeggen. Ja, moet daar. Hey, ben ik er nou helemaal kapot of niet? Of kan ik nog een rondje? Ja, een heel rondje is moeilijk, maar het gaat wel. Hoeveel heb je gedaan? 8. Bedankt. Bedankt. Is dat jouw maatje? Of, ja, een vriend van mij. Af en toe een beetje geholpen. Ja, gewoon elkaar helpen, dan kom je er wel. Knap gedaan hoor, precies ja. René Schuurman, meneer Roelving, Freddy Morera, je bedenkt het maar, ze zijn er gelijk. Kijk eens aan. Goed hoor dames, je wordt je bevallen. Goed gedaan. Toppers. Wow. Ze zijn stuk voor stuk toppers. Ja, een stevige tand. Zo. Goed gedaan hoor. Lekker mee, hoppa.